Hoofdstukken 26, les 2, de tweevoudige aanval. Dat heeft te maken met het onderwerp van les 1, de waarde der stukken en de voordelige ruil. De waarde der stukken nogmaals, de pion 1 punt waard, het paard 3 punten. Je kunt ook zeggen, het paard is 3 pionnen waard. De loper 3 punten, toren 5 punten of 5 pionnen, dame 9 punten. En de koning kwalificeren we niet in de vorm van het aantal punten, want als je de koning hebt verloren, dan heb je de partij verloren. Dit is nog een voorbeeld uit les 1 met de voordelige ruil. Je kan zwart met zwart en zet twee dingen doen. Een tweetal slag zetten. Ik begin even met de verkeerde. Dame slaat toren en dame slaat terug. We zien wat er gebeurt. Dame slaat toren en dame slaat terug. Ja, dit lijstje dan. De toren 5 punten waard en de dame 9. De toren gaat van het bord en de dame gaat van het bord voor zwart. Dit is niet de juiste zet voor zwart. Het verliest hier 4 punten. Dame tegen toren. Een betere zet is uiteraard dit. Deze slagzet. Toren slaat dame. Toren slaat terug. En in plaats van daarnet dat zwart hier 4 punten verloren heeft, wint het hier nu 4 punten. Het verschil tussen 4 punten winst en 4 punten verlies. Dame tegen toren of dame tegen toren. We gaan naar de voordelige ruil. Daar had ik al een voorbeeld van op het bord in les 1. Met hier, met wit aan zet, twee stukken die vallen aan deze loper. Twee torens. Toren slaat loper, paard slaat toren en toren slaat paard. En dan hebben we dus hier een zogenaamde kleine kwaliteit. Zwart verliest twee stukken. Paard plus loper is 3 plus 3 is 6. En verliest 5 punten door wit. En dit heet dus een kleine kwaliteit toren tegen twee stukken. Een zogenaamde tweevoudige aanval. Deze twee torens vallen. Deze loper aan en staat slechts eenmaal verdedigd. Een zogenaamde tweevoudige aanval. Voordat ik daar verder op doorgaat met andere voorbeelden, is nog even naar het begrip materiaal. Materiaal. Dit hoofdstuk gaat over materiaal. En materiaal, dat is het aantal punten. Dus dit lijstje. Dan even naar de praktijk. Met combinaties. Daar kom ik later in dit hoofdstuk op terug. De dubbele aanval, de penning, uitschakelen verdediging, aftrekaanval en röntgenaanval. Dat zijn allemaal combinaties die materiaal moeten opleveren. Om een partij te winnen moeten we materiaal zien te veroveren. We gaan eerst even naar de materiaalverhouding. Hier is wit voorzien van 5 pionnen. Zwart heeft er 1 meer, een 6. Maar zwart heeft hier een dame. En wit heeft hier 2 torens en 2 torens. Dat is 2 x 5, is 10 punten en de dame 9. Dus qua materiaal staat het hier gelijk, want zwart heeft hier compensatie met 1 pion meer. Theoretisch is het hier gelijk. Dan nog een voorbeeld met materiaal. Opnieuw gaan we bekijken naar het aantal punten. Een pion is 1 punt waard, hier 5 punten. Ook wit heeft de 5 pionnen, maar zwart heeft 2 stukken. Een loper plus paard tegen toren. Toren 5 punten waard. En de stukken zijn 3 punten waard, is 2 x 3 is 6. Dus hier staat feitelijk zwart voor qua materiaal met 1 punt. Dit is ook een voorbeeld van daarnet, alleen staan hier de stukken van zwart iets anders. Ook hier heeft zwart 1 punt voordeel met de stukken paard plus loper tegen toren. Maar, ik heb regelmatig als scheidsrechter opgetreden bij school- en jeugdschaaktoernooien. Ja, en dan moet je na 20 minuten gaan bepalen wie er beter staat. Normaal gesproken zouden we hier zwart winnen met 1 punt meer. Maar wit dreigt hier mat in 1. En de vraag is dan wie er aan zet is. Na 20 minuten vragen van wie er is hier aan zet. Omdat toch zwart hier 1 punt voor staat, zeggen we van omdat wit hier mat in 1 kan geven. Wit heeft gewonnen, ondanks dat het 1 punt achter staat. Bij mat in 1 is het niet van belang qua punten. Je kunt 100 punten voor staan. Als je verloren hebt, dan heb je verloren. Mat is mat. Tot zover even relatief te gaan naar de tweevoudige aanval met een aantal voorbeelden. Nou, dit is duidelijk. De loper staat hier aangevallen. 2 maal met wit aan zitten. Door de torens.
eenmaal verdedigd. Zwart gaat hier verliezen. Verliest niet de loper. Door een tweevoudige aanval. Dit is ook een tweevoudige aanval. Net als daarnet, alleen wel een verschil. Hier staat de loper gedekt. Nu is het minder interessant voor wit om de loper te slaan. Ga dat na. Bijvoorbeeld, toren slaat loper. Pion slaat terug en ja, dan. Niet interessant voor wit hier. Dan. Ook een voorbeeld van een tweevoudige aanval. Ja, daar moeten we wel oppassen. Dit paard staat tweemaal aangevallen. En eenmaal verdedigd. Dan moeten we dus niet eerst met de dame gaan slaan. Dat heet de zogenaamde onvoordelige ruil. Eerst met de toren. Je kan de toren terugslaan en dan slaat de dame terug. En dan heeft zwart dus verloren een paard. Of wit heeft een paard gewonnen. Beter gezegd. Nog een voorbeeld. Wit aan zet. Tweevoudige aanval. Het paard niet eerst met de toren slaan, want dan slaat de pion terug. En dan heeft dus wit een punt verloren. Een kwaliteit tegen pion. Beter eerst gewoon, ja, doen we het maar ruil. Ja, dan kan de pion terugslaan en dan slaat de toren terug. Dit heet winst van één pion, één punt. Winst van één pion. Eerst wordt er een actie uitgevoerd met drie punten. Tegen drie punten, de pion slaat terug en de toren slaat de pion, is één punt winst. Zo kunnen we verder gaan. Dit is nog een voorbeeld. Hoewel we hier moeten oppassen. Met zwart aan zet hier staat de loper tweemaal aangevallen. Dat lijkt eenmaal, maar het is tweemaal omdat de dame ook hier indirect aanvalt. Ja, de loper kan wel lopen slaan. Maar de loper staat ook tweemaal gedekt, dus dat is simpel een ruil. Dat levert niks op. In deze stelling moeten we kijken naar toch winst. En dan moeten we dus dit doen. Zwart slaat pion. De pion staat eenmaal verdedigd. En het paard slaat terug. Dit betekent winst van één pion. Het is één punt. Het is niet veel, maar het is toch interessant. En zeker, dat ga ik je later vertellen, op groot meestersniveau dan gaat het vaak maar over één punt. En soms nog minder. Dit is nog een voorbeeld uit de opening. Wit speelt E4, E5, paard F3, paard C6. Loper speelt C4, valt hier de F-pion aan. Zwart doet een zet die misschien niet goed is, paard F6. En nu zien we dat met dit paard zet wit tweemaal deze pion aanvalt op F7. Staat eenmaal verdedigd door de koning, maar de koning is zwak, want de koning kan niet verdedigen vanwege een tweevoudige aanval. Ja, de dame die verdedigt toch de pion, maar ja, dat zijn de zware stukken. Het paard of de loper kan gewoon slaan, beter hier de loper spelen. Dat betekent verlies van het rokaderrecht, of anders ook zo. Ja, dit is niet goed. Beter kan hier zwart zo verdedigen met D5. De tweevoudige aanval. We gaan naar de combinaties. De dubbele aanval, oftewel een vork